Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij GJ Biljart. Vandaag gaan we een video doen waarin we een analyse gaan doen van een specifieke verzamelstoot. Ik heb veel reacties of in ieder geval opmerkingen gehad over de vraag hoe eredeklasse spelers en spelers op een hoger niveau het voor elkaar krijgen om van kromme posities toch nog een mooie verzameling te creëren. Nou, dat gaan we vandaag doen. Dat gaan we doen met één specifieke verzamelstoot. Deze die ik nu hier heb liggen. We spelen van wit naar geel naar rood. En geel over drie banden willen we uiteindelijk alle drie de ballen hier in de hoek hebben. Nou, basisboek pagina 1 van hoe leer je biljarten bij wijze van spreken. Heel veel mensen kennen deze stoot. Maar wat zit er nou achter deze stoot? En wanneer wit net even ergens anders ligt, zoals hier of hier, hoe gaan we er dan mee om uiteindelijk toch de ballen hier alle drie in de hoek te verzamelen. Ik zou zeggen, mensen, veel plezier met kijken en hopelijk leren we weer iets nieuws. Oké, dus voordat ik verder ga uitleggen hoe je het best deze stoot moet spelen, zal ik hem eerst even voordoen. Een hele bekende stoot om uiteindelijk alle drie de ballen in de hoek te verzamelen. Nou, het is redelijk geluk. Maar wat zit hier nou achter? En of je nou al lang biljart op hoog niveau of je speelt op een wat lager niveau, maakt allemaal niet uit. Heel veel van de tips die ik geef, die zijn vrij onbekend op deze stoot. Allereerste, wat belangrijk is bij deze bal, is dat je altijd rechts effect geeft. Waarom is dat? Wanneer ik rechts effect geef in mijn speelbal, is het wat makkelijker om met mijn speelbal ergens deze lange band te raken. Omdat ik rechts effect geef en bijvoorbeeld hier op de band zou komen, dus te vroeg, door het geven van het rechts effect wilt hij nog steeds naar rechts toe. En dan heb ik een grotere kans dat ik het punt maak. Daarnaast heeft het ook invloed op de gele bal. Want omdat ik rechts effect geef, krijgt de gele bal links effect. En wat gebeurt daarmee, is dat hij steeds hoekiger uit het biljartje of op het biljart gaat reageren op de banden. Dus wat krijg ik? Ik krijg een wat looplijn naar de hoek. Dus wanneer deze bal speelt, niet te veel rechtseffect, maar gewoon een klein beetje en duw. De hoek wordt heel kort en je kunt ze makkelijker bij elkaar verzamelen. Maar nu wordt het natuurlijk wel iets meer tricky. Ik heb de posities afgetekend. Maar in plaats van dat we wit nu op de markering leggen, leggen we hem iets meer hier naartoe. Nu merk ik al dat het vrij lastig gaat worden om geel nog hier op de band te forceren. Op de korte band. Wat moeten we doen om toch te zorgen dat hij daar op die korte band komt? En dat is eigenlijk zorgen dat we een hele rustige voorbeweging hebben. Ik zal hem eerst eens even demonstreren met de manier zoals we die vorige stoot deden. En gewoon eens kijken wat geel doet. Je ziet dat ik iets overdrijf, dat ik hem iets meer intrek. Maar we zien dat geel daar de verkeerde band pakt. Nou, hoe gaan we dat vermijden? De witte ligt net iets meer naar links van de markering en we willen dus dat geel tenminste de korte band raakt, maar niet een beetje, maar ook ruim de korte band raakt om uiteindelijk in de hoek te verzamelen. Wat gaan we dan doen? We stoten dezelfde dikte, hetzelfde effect, maar we gaan heel lang voorbewegen en rustig in de bal stoten. En we kunnen geel helemaal hier op de band forceren. En met als resultaat de bal in de hoek. Het kan ook zijn dat wit niet iets meer hier ligt, maar dat hij juist iets meer daar ligt. Wat is het resultaat dan? Is dat geel waarschijnlijk te vroeg hier op de lange band komt, of de korte band. En dan ga je dit krijgen. Ik stoot nu normaal weg, zoals al die andere. En kijk, geel komt veel te vroeg op de korte band
en landt niet in de hoek, maar komt helemaal hier. Ook dat kunnen we vermijden. Dus dit, hij ligt nu op de markering en ik leg hem iets meer naar rechts. Dit kunnen we vermijden door in plaats van de lange voorbeweging die we net deden, gaan we nu heel erg kort. We pakken de achterhand pakken we heel strak. Dus die, we knijpen in de keu. We heffen een beetje en we drukken geel in de band. Met als resultaat geel loopt naar de hoek. Dit is een bepaalde tactiek, een beetje van hoe je de ballen makkelijk in de hoek kunt verzamelen. Dus eigenlijk, wanneer je deze bal hebt, maakt het voor betere of spelers op een hoger niveau niet echt uit of die witte bal nou meer hier ligt of meer daar. We hebben dus een speling van wat er allemaal mogelijk is. We kunnen door iets anders te doen met de keu, zoals de lange voorbeweging als die meer naar links ligt en de korte voorbeweging als die meer naar rechts ligt, om zodoende de ballen te verzamelen in de hoek. Het kan natuurlijk ook zijn dat het te extreem wordt. Wanneer die te veel naar links ligt, is het wel duidelijk, zoals bij deze bal, die gaan we niet meer in de hoek krijgen. Dat gaat hem niet worden. Wanneer je dat ziet in de wedstrijd, echt 100% zeker weet dat je geel niet meer op de korte band kunt forceren, dan moet je hem ook niet spelen. Dan gaan we eerst kijken of de optie er is van rood. Nou, die is er wel. Ik kan de twee banden spelen om vervolgens positie te creëren op geel en rood ergens groot in de hoek te houden. Wanneer dat nou niet echt gaat, laten we hem hier neerleggen. Nu is daar niet echt een optie voor. Op dit moment gaan we hetzelfde figuur spelen, een normale voorbeweging, maar doen we hem harder. Met effect. We forceren eigenlijk de gele bal helemaal hier op de lange band, om alsnog redelijk in de hoek te verzamelen. Wanneer dit figuur nou hier ligt en er ligt eigenlijk veel te veel naar rechts, dus nou is het eigenlijk onmogelijk om ook met een korte geheven voorbeweging, wanneer je ook moet knijpen in je achterhand, kunnen we zelfs deze bal niet via drie banden verzamelen. Geel komt altijd te vroeg hier op de korte band. Op dat moment gaan we ook weer kijken of er misschien een oplossing is van rood. Is die er en is die goed te maken, moet je hem altijd zo spelen. Wanneer dat nou niet is, dan kunnen we altijd nog deze optie pakken. Je ziet ook, dat is heel gevaarlijk. Ik maak het punt, maar er is niet echt sprake van een verzameling. We zien eigenlijk dat die bal moeilijk is. Dus die speel ik ook liever niet. Wanneer geel wat meer hier ligt, zal ik er wat sneller voor kiezen. Want dan kan ik mijn snelheid wat beter bepalen. Maar dat ligt hier niet. Hij ligt hier. En dan kun je ook altijd kiezen om een massé te spelen. Of een half massé piqué. Maar dat is een hele moeilijke stoot. En als je dat onder de knie hebt, mag je hem zeker zo spelen. Maar het is moeilijk. En het vergt een hoop techniek in de piqué slash massé houding. Maar het is een oplossing. Dus waar komt deze video nou precies op neer? Wanneer een balletje mooi zo ligt, een simpele verzamelstoot, of in ieder geval een bekende verzamelstoot, die we allemaal heel erg veel zouden moeten trainen, kunnen we hetzelfde resultaat, alle drie de ballen in de hoek, forceren, ook al ligt wit iets meer daar of iets meer daar. Dus, kort samengevat, wanneer we zien dat deze verzamelstoot prachtig in de lijn ligt, dat je eigenlijk er niet veel aan hoeft te doen om de ballen in de hoek te verzamelen, dan mag je gewoon je eigen techniek gebruiken, zolang je maar een beetje rechts effect krijgt. Beetje rechts effect, gewoon duwen.
en de ballen zullen in de hoek verzamelen. Hele belangrijke stoot om het heel vaak te trainen. Want als je ze in de wedstrijd krijgt, zou het fijn zijn als je ze dan ook echt in de hoek verzamelt. Wanneer de bal meer naar links ligt, of in ieder geval het figuur korter wordt, dan gaan we wat meer een grote voorbeweging en rustig in de bal stoten. En dan kunnen we geel helemaal daar op de band forceren. Tot slot kan het zijn dat hij iets meer naar rechts ligt. Dus het figuur langer wordt. Dan pakken we juist een korte voorbeweging. Beetje heffen. Door de keu heen knijpen en drukken. Zodat we geel zoveel mogelijk naar die hoek kunnen krijgen. Nou, lekker klosje. En ze liggen er. Nou, dit was de analyse van de verzamelstoot. Drie banden bij over de lengte. Ik hoop dat jullie het enigszins interessant vonden. Als dat zo is, laat me dat zeker even weten in de reacties. Doe even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. Veel biljartplezier. Tot de volgende keer. Later.